De nieuwe kleren van de keizer. Eens was er een ijdele keizer die van kleren hield. Hij zorgde ervoor dat hij er altijd schitterend uitzag en elke dag van het jaar een andere outfit aan had. Op een dag kwamen twee vreemdelingen naar de stad en verklaarden dat zij wevers waren en dat zij de fijnste kleding konden vervaardigen die er bestond. Het woord verspreidde zich en kwam de keizer ter oor. Als zij echt prachtige kleren kunnen maken, wil ik ze ontmoeten, zei de keizer. En zo regelden de lakijen van de koning een ontmoeting met de twee vreemdelingen. Een kleine ronde man en een lange dunne man kwamen bij het paleis aan en bogen voor de keizer. Slimpie en Glatianus, tot uw dienst, uw hoogheid, zeiden zij. Ik hoorde dat jullie prachtige kleren kunnen maken. Is het waar? Vroeg de keizer. Oh ja, niet alleen prachtige kleren, maar magische kleren, mijnheer, zei Slimpy. Alleen slimme mensen kunnen ze zien. Domme mensen zien ze niet. Ik heb geen magische kleren, dacht de keizer. Ik moet ze hebben. Zijn de kleren schitterend? vroeg de keizer. Zeer schitterend, antwoordde de glatjanus. Maar zeer duur, zoals u zich kunt voorstellen. Neem al het goud dat u wilt, riep de keizer. Maak voor mij alleen die kleren. Een week later gingen Slimpie en Glatjanus naar het paleis terug... om de keizer de kleren te tonen die zij hadden gemaakt... Hier zijn uw mooie kleren, keizer. Zien ze er niet schitterend uit? De keizer en al zijn lakkeien staarden ernaar, maar zij zagen niets. Maar zij wilden natuurlijk niet doorgaan voor dom, dus zei de keizer. Ze zijn schitterend! En al zijn lakkeien beaamden dat. Oh ja, mijn heer, dit zijn veruit uw prachtigste kleren. De keizer besloot zijn magische kleren te dragen naar de koninklijke optocht diezelfde dag. Hier is uw cape, zei Slimpy. Het is zo licht als een veertje. Oh, uw Majesteit, uw kleren staan nu zo goed, voegde gladjanus toe. De keizer bewonderde zichzelf in de spiegel. Zie ik er niet schitterend uit? De mensen zullen de komende jaren over me spreken. Ja, Uwe Majesteit? Iedereen was het ermee eens en staarde naar de keizer. Open de paleispoorten, beval de keizer, en laat de koninklijke optocht beginnen. De menigte gaapte de keizer aan toen ze hem zagen. Iedereen had reeds gehoord dat alleen knappe mensen zijn kleren konden zien. Dus riep iedereen hoe schitterend Majesteit eruit zag in zijn nieuwe kleren en hoe goed deze zaten. Natuurlijk zag niemand de kleren, maar niemand wilde dat toegeven, omdat niemand zich als een dwaas wilde voordoen. Tot een kleinkind schreeuwde, De keizer heeft geen kleren aan! Tot slot begon iedereen elkaar aan te kijken en hardop te lachen. De keizer heeft geen kleren aan! De keizer realiseerde dat hij gefopt was door Gladjanus en Slimpie en dat hij inderdaad naakt was. Hij bloosde helder rood, maar dacht dat het beter was om de optocht onder het mom van de illusie voor te zetten. Dus dat iedereen die zijn kleren niet kon zien, dom was. En hij liep stijf door, terwijl achter hem een lakei zijn onzichtbare mantel vasthield. En de afloop van Gladjanus en Slimpie? Zij zijn met alle goud verdwenen en zijn nooit meer teruggezien. Maar minstens één ding kwam uit. Zoals die door de keizer voorspeld was, de komende jaren spraken de mensen over hem. Einde.